Het is 21 november van het jaar 2022 en ja, de grote dag is aangebroken. Nederland speelt vandaag om 5 uur Nederlandse tijd tegen Senegal de eerste wedstrijd op het WK. Dus ja, bij Voetbal International gaan we lekker een uurtje vooruit blikken op dat duel. Dat doen we hier aan tafel met allereerst, hij zit naast me, dus begin ik met jou, onze hoofdredacteur en Ajax-watcher Freek Jansen. Goedemorgen. En recht tegenover mij PEC Zwolle trainer Dick Schreuder. Dick, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Wat ik ga doen, ik ga even een paar stellingjes erin gooien om even te voelen hoe jullie in deze wedstrijd zitten. Oh, en dan gaan we zo snel mogelijk contact zoeken met Martijn Krabbedam, onze man ter plaatse. Dick, begin met jou. Ja. Andries Noppert, de logische nummer 1 voor Oranje. Voor mij niet. Voor jou niet? Dat is 1 nee. Freek Jansen? Oneens. Oneens, zeker oneens. 1-5-3-2 is veel te lastig voor onze internationals. Oneens. Oneens, maar noem het maar gewoon 5-3-2. Ja, de 1 mag weg? Ja, sowieso. Dat moet van, onzin. Van meneer Vergaal. Ja, ja, net of een team zonder keeper gaat beginnen. Dus, het ja. Moet van de cursus, hè? Je moet het als in de opleiding moet je altijd benoemen. Je mag die 1 niet vergeten. Is dat nu echt zo? Is dat de hand van Vergaal? Of is dat echt al jaren? Ik denk dat is al jaren zo. Ja. Hier gaan we zo meteen zeker even over hebben. Dit vind ik heel interessant. Oranje wint moeiteloos van Senegal. Oneens. Oneens? Eens. Eens. Alfred Schreuder moet de tijd krijgen bij Ajax. Eens. Eens. Het zou wel leuk zijn als Dick zijn nu. Nee. Dat zou wel mooi zijn. Dat je dan naar de AZ telefoon over en je broer. En ik half Nederland ook. Ja, dat is oneens. Nee, dan wordt ze... Ja, de familie. En tot slot, dit begint een beetje de grote Louis van Gaal show te worden. Oneens. Oneens, omdat begint is niet het goede woord. Dit is al een tijdje. Gaan we zo meteen nog verder. Ik hoor dat Martijn nog geen verbinding heeft in Qatar, dus wij praten zo verder. Dick, je hebt een mini winterstopje gekregen, hè? Ja. Hoe lang? Een weekje. Wij hebben gekozen voor een week vrij. En dan gaan we volgende week maandag weer beginnen. Oké, okay, dus alle spelers zitten nu ergens op Curaçao, Dubai en... Ik zou niet weten waar ze zitten. Ik hoop dat ze gewoon lekker genieten van hun vrije tijd. En ze worden wel een beetje gecheckt door de performance staff. Maar ja, dat is hedendaags, is dat zo. Maar checken dat ze wat voor zichzelf moeten doen? Ja, ze hebben 3 momenten in deze week dat ze wat moeten doen. Okay. En, maar daar wil ik mezelf een beetje van afhouden. Ik weet wel, ik kan het team wel vertrouwen op dit moment. En ik weet dat ze hun dingen wel doen. En het kan ook zijn dat jongens padellen. Dan hoeven ze dat moment niet te doen. Ja. Ja. Dan laten we ze vrij in. Maar lekker om zo'n weekje eruit te gaan. Hè? Gewonnen bij NAC Breda 2-0. Goede overwinning. Jullie staan er goed voor in de KKD. Ja, wij zijn blij. En ja, we hebben die wedstrijd daar ook gewonnen. Ik denk dat we de eerste helft gewoon daarin al hadden laten zien dat we die wedstrijd konden winnen. En de tweede helft hadden we het wat moeilijker. Ja, nou, lekker om die manier even de korte winterbreak in te gaan. Want de keukenkampioen-divisie gaat gewoon weer verder op vrij korte termijn. Ik hoor dat mijn collega Martijn Krabbedam inmiddels hangt. Gaan we even kijken hoe het in Qatar is. Martijn, kun je ons horen? Ik kan jullie heel goed horen. Jullie mij ook? Ja, wij... Wij horen Martijn niet. Nee, maar ik denk dat dat hier aan de geluid hier ligt. Ik hoor jullie wel. Regie. Wij kunnen Martijn niet horen. Wij komen zo meteen bij hem terug. Ja, dat krijg je. Eerste live-uitzending, 's ochtends vroeg. We hebben wel een beeld. Ik denk dat hier... Dat, wij gaan even verder. Nee, want ja, dit is... Nee, maar dat met die KKD, dat is, ze hebben natuurlijk geen volle winterstop. Hè? Maar dat is natuurlijk het gekke, niet dat die maar een week... Want jullie gaan de 12e december spelen jullie weer. Wij spelen 12 en 16. Ja, sommige teams spelen 10 en 16. Ja. Dus je hebt even een paar weekjes, 2 wedstrijden en dan weer een paar weekjes. Geen wedstrijden. Ja. Dus blijft ook opvallend. Ja. Nou ja, misschien hadden we het liefst, waar we het vooraf over hadden, tot de 16e wel gespeeld en dan gewoon vrij. En dan had je gewoon de KKD op de tv gehad. Ik weet dat jij interlandvoetbal vind je leuk, maar jij bent ook een echte eredivisie KKD-liefhebber. Ja, dus, absoluut. Ja, voor mij had gewoon de KKD lekker door kunnen voetballen, ja. Nou, we horen Martijn volgens mij, we horen Qatar. Ik hoor iets uit Qatar. Ja, hoor je me? Ja, zo. En we zien je. Luid en duidelijk. Heel goed. Totale beeld. Heel goed. Totale beeld. Martijn Krabbedam, goedemorgen. De makkelijkste vraag, hoe is het in Qatar op dit moment? Dit moment, de wind is er gaan liggen, dus het is lekker in Qatar. Een graadje of 29, en dat is prima uit te houden. Of bedoel je dat niet? Zeker bedoel ik dat. Waar zit je op dit moment, in het hotel? In het hotel zitten we, op de 14e etage. Dan hebben we een beetje uitzicht over de stad. En we konden wel eventjes naar een of andere watertje lopen of zo. Alleen het waarde nogal hard, weet je. En dan kreeg ik weer het gedoe dat het geluid niet goed is, et cetera. Dus ik denk, we gaan even op de 14e staan. Dan horen jullie het in ieder geval.
Doe je hartstikke goed. Je bent er nu een paar dagen samen met collega's Simon Zwartkruis en Peter Wekking. Nou, een week, hè? Een week. Wat is je indruk? Je bent van het land of van Doha of van wat? Het land en het WK tot nu toe. Het land is eigenlijk wat je ervan verwachtte. Dus de organisatie is perfect. En verder is het, s'avonds kan je naar een restaurantje koffie drinken, thee drinken. Maar echte gelegenheden die je wel eens op vorige WK zag, weet je wel, met allemaal supporters bij elkaar. En die dan een drankje erbij drinken. Ja, je wist van tevoren dat is hier niet. En dat maakt ook een beetje dat die supporters verspreid zitten over de stad. We hebben er nog niet zo heel veel gezien. Gisteren zijn we dan wel toevallig wat wezen drinken. Ja, die mogelijkheid bood zich aan. Dus hebben we het toch maar gedaan. Er zaten een aantal Wales-supporters. Simon staat hier naast me te lachen. Een aantal Wales-supporters zaten daar in die tent. Ja, toen kreeg je wel een beetje het WK-gevoel. Het is al die voetballiederen die je wel kent. Nou, dat was eigenlijk voor het eerst in een week dat we zoiets hoorden. Je hebt wel aardig wat eindtoernooien meegemaakt voor Voetbal International. Dit is heel anders, hè? Ja, behalve dat het in de winter wordt gespeeld, is het natuurlijk gewoon eigenlijk in één stad. Je moet het zien als in Amsterdam 8 stadions zijn verrezen, waar je dan met de metro of de bus naartoe kan. En ja, dat betekent dus dat je, als je zou willen, verschillende wedstrijden op een dag kan bezoeken. En ja, dat is natuurlijk wel heel apart, want in Brazilië bijvoorbeeld moesten we vanuit Rio de Janeiro, waar dan het trainingskamp van Oranje was, vloog je eerst 3 uur naar Porto Alegre. Dat was aan de grens met Argentinië, waar het dan 14 graden was. En 5 dagen later vloog je 5 uur naar Fortaleza, aan de andere kant van het land, waar het 35 graden was. Ja, en dat is hier niet. Hier is alles centraal, zeg maar. En dat heeft voor- en nadelen. Precies. Nou, Nederland zelf al speelt vandaag de eerste wedstrijd. Ja, hoe zit het met de kriebels van de VI-equipe daar? Begint dat wel te leven dan? Nou, ik heb niet zo last van kriebels hoor. Ik ga gewoon naar die wedstrijd toe en daar gaan we een verslag van maken. Kijk, ik hoop dat die spanning meer bij die spelers zit. Die moeten het toch gaan doen. En Simon en ik die gaan daar gewoon naar kijken en we gaan het beoordelen. Maar dat neemt niet weg dat we natuurlijk wel nieuwsgierig zijn. Wie gaat de derde middenvelder worden, Martijn? Wie denk je? Van Gaal zei gisteren dat hij tenminste 3, hooguit 4 creatieve spelers wil hebben. Nou, Gakpo speelt dan. Ja, ik denk, en mijn gevoel zegt dan Koopmeiners. Maar dat heeft meer te maken omdat hij het ook steeds had over stations overslaan. Dat hij dat heel belangrijk vond op die positie. En zeker tegen een ploeg als Senegal. Maar goed, de wegen van deze bondscoach zijn ondoorgrondelijk. Ja, dat zie je met heel het keepersverhaal natuurlijk. En ja, er gaan nu ook geruchten dat Matthijs de Ligt ineens zou gaan spelen achterin. Dus dat zou betekenen dat hij behalve zijn keeper ook gewoon een van zijn 3 centrale verdedigers eruit haalt. Wissel. Nou, heb je net alles voor elkaar eigenlijk, hè, met dat trio. En dan zou je dat ook weer overboord gooien. Dus we moeten het even afwachten. Maar ja, zo zijn de geluiden. Ja, dat zou dan ten koste gaan van Timber, wat wij begrijpen. Dat gaan we even volgen. Jij kwam gisteren met het nieuws dat Noppert de eerste doelman was. Ja. Het was vooral niet de bedoeling dat je daarna zou vragen op een persconferentie, hè? Ik vroeg hem of keeper nou per se een ervaringsvak is. Weet je wel, net als trainers wordt toch gezegd, hoe langer je het doet, des te meer ervaring, hoe makkelijker. Je went aan de omstandigheden, je raakt minder snel in de war van dingen. Maar goed, dat ging hij niet op in. Maar het was ook een hele rommelige persconferentie, moet ik zeggen, hoor. Met 150 journalisten uit alle windstreken. En dan moest je, je hoefde nog net niet met een vlag te gaan zwaaien om een vraag te mogen stellen. Maar dat was dan toch gelukt. Ik was wel blij dat hij antwoord gaf. En dat Noppert keept, ja, dat is natuurlijk best wel het verhaal van deze week. Want als je toch heel goed over nadenkt, is het natuurlijk belachelijk. Ja, daar moeten we er tegen inbrengen. Denk je dat dit uit de koker van Louis van Gaal komt of uit de koker van Frans Hoek? Nou, dit komt in eerste instantie uit de koker van de minister van Keeperszaken, Frans Hoek. Die heeft van heel dat keepersverhaal. Ja goed, als je nou gewoon teruggaat naar het begin. Hè, we hebben Drommel gehad, we hebben nog een aantal keepers gehad. Toen dachten we, hadden ze ineens vlekken ontdekt. Weet je wel, als een onontdekte schat ergens in het Zwarte Woud. Nou, die moest dan, dat werd dan de nieuwe keeper van het Nederlands elftal. Die kon ook nog heel goed met zijn voeten. Het was echt een typische Van Gaal keeper. Nou, komt het puntje bij paaltjes, die ineens weer niet nodig. Dus dat is natuurlijk op zich al heel raar. Nou, daarbij... Bijlo wel, Bijlo niet. Pas weer ineens 2 wedstrijden voor de Nations League. Het is gewoon een enorm kippenhok geworden, dat hele keepersverhaal. Ja, en nu gaat de keeper... Ja, er zitten al heel weinig ervaring eigenlijk in dit keeperstrio. Want Bijlo is met 6 de meest ervaren doelman. En dan gaat degene die helemaal nog nooit een interland heeft gekiept. Nog nooit over de grens. Nou, bij Foggia dan, maar nooit een internationale wedstrijd heeft gekiept. Nog nooit voor meer dan 30.000 mensen heeft gekiept. Ja, die gaat dan ineens...
in het doel staan tijdens een WK. Ja, het is nogal wat. En dan hoor je ook verhalen van, ja, maar ja, Van Gaal doet het en Van Gaal doet het. Dus nou, dan zal je zien, dan zal hij ook wel geweldig gaan keepen, want het is Van Gaal. Ja, zo lust ik er ook nog wel een paar. Dat slaat natuurlijk gewoon helemaal nergens. Maar goed, de trainer heeft natuurlijk het recht om op te stellen wie hij wil en met wie hij denkt de beste kans te maken op een resultaat. En dat gaan we vanavond dan zien. Ja, ik vroeg de man hier aan tafel net, begint het een beetje de grote Louis van Gaal show te worden? En Freek zei, haal dat begint maar weg, dat is het al een tijdje. Ja, dit is natuurlijk zo. Ja, het gaat niet om de spelers, het gaat niet om de emir, het gaat natuurlijk om Van Gaal. Dat is ook wel grappig hoor, aan de ene kant. Want toen we hier aankwamen zouden we een interview krijgen met twee spelers, een persconferentie. Bij de eerste training van Oranje, ja, toen schoof de bondscoach zelf aan. Ja, dat is natuurlijk zijn laatste kunstje. Hoewel hij daar gisteren natuurlijk ook alweer een beetje op terugkwam van, misschien is er nog wel een ander land. Het smaakt blijkbaar te pakken. Ja, maar nog even terugkomen, hè. Het zou natuurlijk wel raar zijn. Kijk, wat je van Van Gaal vindt, hij heeft natuurlijk voor één ding wel gezorgd. En dat is toch duidelijkheid. Geen voorbereiding, dus hij heeft die Nations League heeft hij gewoon gebruikt als een veredelde voorbereiding. Nou, op een gegeven moment staat dat elftal dan. En dan kun je 8, 9 posities zo invullen. Ja, en de man die toch voor duidelijkheid altijd kiest. En die ook geeft aan zijn spelers. Die zou dan tijdens een WK ineens een van zijn 3 centrale verdedigers eruit halen. Zo, ja, ik kan me dat niet zo goed voorstellen. Dus, maar nogmaals, dat moeten we even afwachten. En ja, die opstelling zal in de loop van de dag wel binnenkomen. Kan ik jou wat vragen, Martijn? Ja, natuurlijk. Dik hier. Omdat je net zegt over De Ligt. En we weten dat Van Gaal soms wel eens wat anders doet. Is er niet op de trainingen iets geweest dat jullie hebben gedacht van misschien speelt Timber wel op het middenveld? Nou, niet tijdens de trainingen die wij hebben gezien. Toen had Koos die er juist voor. Toen deed ze een mini-toernooitje 8 tegen 8. En toen had hij wel in één ploeg Noppert, de drie centrale verdedigers, Frenkie de Jonge, de twee spitsen. Ja, dat Jansen en Bergwijn. Daarmee gaf hij natuurlijk eigenlijk al heel veel weg. Nou, tijdens die persconferentie gisteren vroegen we ook naar het ontbreken van Memphis. En daar ging hij dan weer op in van, ja, dat is toch een creatieve speler die wegvalt. En dat lost hij dan op met een andere creatieve speler erbij. Dat is dan Kakpo, de naam die er dan ook prijs gaf. Dus ja, nee, op basis van dat, van wat wij kunnen zien en wat we horen ook vanuit het trainingskamp, ja, zou ik het wel opvallend vinden. Maar ja, je weet het niet. Nee, bij Louis van Gaal weet je het niet, toch? Nee, bij Louis van Gaal weet je het niet. Kijk, en vermoedelijk krijg je tegen Senegal toch wel vaak de bal, is de verwachting. Ja, ik ben benieuwd hoe ze dat dan oplossen. Misschien De Ligt vanwege de power van die gasten, dat die denkt van, we zijn misschien wat licht en dan heb je toch wat meer kracht met De Ligt. Anders zou ik het ook niet weten. Dan zou je denken van, als je toch veel de bal hebt, misschien moet je dan nog voor De Vrij kiezen. Ja. We gaan het meemaken. Zoals je zegt, Martijn, de opstelling zal vandaag wel naar buiten komen. Tot slot even, hoe ziet jullie dag eruit vandaag? Nou, na dit gaan wij een taxi nemen naar het stadion, het Alto Mama Stadion. Je kan ook de metro nemen, maar ja, het is nou nog heel vroeg. En dan hopen we zo dicht mogelijk bij het stadion te kunnen komen, want dat is nog wel een gedoe. Omdat alles hier zo dicht op elkaar zit, heb je ook heel veel files en zo. Het is hartstikke druk in de stad. Dus er komen is ook hier gewoon weer echt een kleine ramp. Dus we gaan vroeg. Dan hopen we dicht bij het stadion te kunnen zijn. En dan gaan we daar van daaruit in dat mediacentrum. Want dat is allemaal wel perfect geregeld. Een goede wifi, alles erop en eraan. En daar kan je gewoon werken. En dan gaan we aftellen tot het begin van die wedstrijd. Uitstekend. Dan wens ik jullie heel veel succes en plezier. En we gaan het volgen via de kanalen van VI en VI Pro. Dus als er nieuws is, kom er maar in, Martijn. Ja, nee, dan melden we ons, hè. Als een soort Pieter Arnett, zoals we nou ook hier weer staan. Kan je nog herinneren, Pieter Arnett? Aan hem ligt het niet. Of we Pieter Arnett nog kunnen herinneren, Freek? Ja, absoluut, Martijn. Heel goed. Waar ken je hem van? Schakel hem eruit. Goed, als je hem wat zegt. Hetgene wat mij nu meest bijblijft, dat hij zegt, het is daar heel druk. Het is nog vroeg, we gaan niet met de metro, maar met de taxi. Ja, ja. Ik zou de metro pakken, maar dan... Heel mooi, hè? Ja, ik had er ook steeds hoger. Ik dacht, van straks met de verwijting achter. Maar uitstekende update. Hij is wel scherp, Ja, het keepersverhaal is wel een apart verhaal. Toch? Ja, heb je dat als trainer zelf wel eens meegemaakt? Dat je op een gegeven moment op keuze komt dat je keepers... Dat je het eigenlijk... Nou, nee, niet zozeer weet. Zoals wat je nu meemaakt. Maar goed, kijk, ik denk dat Noppert gewoon uitstekend keept momenteel in Nederland. En op basis van dat gaat hij kijken. En hij vergelijkt ook met Bijlo en natuurlijk met Pasveer. En maakt de keuze op wat hij ziet op de trainingen. Ja, en daarentegen moeten we zeggen dat Louis van Gaal vaak wel hele goede keuzes maakt.
En ja, dat het heel veel mensen verbaast, dat zou zo kunnen. Ik had uiteindelijk zelf ook de keuze. Er werd aan mij gevraagd over de keuze. Ja. Ik zou voor Bijlo gaan, zeg maar. Omdat ik dat ook gewoon een jonge, talentvolle keeper vind. Maar dat zegt niet dat ik Noppert niet goed vind. Ja, maar ik dacht vanochtend terug, van, als dit 1,5 jaar geleden was gebeurd met EK, met Frank de Boer. Poeh. Die dan, laten we zeggen, zo doorcijpelen dat Noppert de keuze was. Dan denk ik dat was Nederland te klein geweest. Er was één grote... Van Gaal kan dit doen. Van Gaal inderdaad, wat Matthijs zegt, dan wordt het, laten we zeggen, ter kennisgeving aangenomen. Wat wel gewoon heel opvallend is voor een keeper die nog nooit gekiept heeft. Terwijl je een keeper van Heerenveen, kies je nu boven een keeper van Ajax of een keeper van Feyenoord. Ja, maar goed, uiteindelijk denk ik toch dat hun kijken naar wat hij tot nu toe heeft gepresteerd met Heerenveen. En dat is ook wel goed. Ja, ja, het verhaal is fantastisch. Het verhaal achter Noppert en dat hij daar nu staat. Nee, maar een paar weken geleden had collega Rian Boering nog een Roots-verhaal met hem gemaakt. Fantastisch waar die jongen vandaan komt. Ik bedoel, een paar jaar geleden dacht die jongen eraan om te stoppen. Ook mensen die tegen hem zeiden van misschien moet je het maar mee stoppen. Mm-hmm. En nu keep je op een WK. Dat is natuurlijk krankzinnig natuurlijk. Mooi van voetbal, hè? Ja, maar dat is wel het leuke. En, en alleen wat ik me afvraag, wat nou als Noppert vandaag twee enorme ketsers maakt? Want ja, dan is het wel van... Dan, Vergaal zijn autoriteit, brokkelt dan af. Je zit met twee keepers die nu ook niet helemaal lekker op bankje zitten waarschijnlijk. Ja, maar dit is wel, deze keeperskwestie gaat al heel lang. Kijk, als Bijlo zou spelen en die zou een fout maken, dan zou ook de keepersdiscussie met Sillissen en met Vlekken weer. Je hebt gewoon niet meer de tijd van Van der Sar, wat de nummer 1 was, of Stekelenburg een tijdje. Dat is niet meer. Maar dan toch, even, Jasper Sillissen natuurlijk echt teleurgesteld dat hij niet mee mocht. Was boos, hebben we allemaal gehoord en gezien. Dan hoort hij van de week op een gegeven moment dat Andries Noppert de eerste keuze is. Wat denk je dat er dan in het hoofd van Jasper Sillissen omgaat? Ja, nou ja, ik weet niet of dat... Ik denk dat het voor hem vooral de teleurstelling was dat hij niet bij die drie hoorde. Ik denk dat het hem nu niet zoveel uitmaakt of nou Noppert, Bijlo of Pasveer keep. Ja, verliezen van Bijlo, de keeper van Feyenoord, die al 6 interlandse heeft. Ja, maar hij verliest eigenlijk van alle drie, hè? Ja, oké. Okay, van alle drie gaan mee. Dick, snap jij dat je dan een keeper niet meeneemt of vanwege de falen die we nu horen? Dat hij misschien niet lekker in de groep zou liggen of zo? Nou ja, wederom is Louis van Gaal heeft al eerder met hem gewerkt. Dus waarschijnlijk neemt hij ook bepaalde andere dingen mee wat hij al weet van hem. En ik denk niet alleen Louis van Gaal, maar ook de keeperstrainer. Ja, nou, dat is een keuze. Ik krijg trouwens tussendoor even een berichtje binnen. Zo aardig, de Mikkel Schalka, collega van het AD. De FIFA verbindt sportieve sancties aan het dragen van de Wonderlove aanvoerdersband. Oranje wilde die band laten dragen door Virgil van Dijk. De FIFA heeft vandaag duidelijk gemaakt dat Van Dijk geel zal krijgen als hij de Wonderlove band draagt. Dus het is geen financiële sanctie meer, maar dat betekent gewoon dat je aanvoerder een gele kaart heeft. Dat is wel krankzinnig. En wat ik hier ook krankzinnig vind, is dat 2 jaar geleden, toevallig zat ik daar toen bij, kwam Gijs de Jong... kwam daarmee dat de KNVB dit ging doen. En dat was het symbool van de KNVB tijdens WK, ging die aanvoersband. Dus dit is ook al 2 jaar bekend bij de FIFA, dat de KNVB in oranje zou doen. Dan een dag van tevoren met dit soort dingen komen, dan denk ik, nou, dan had je dit volgens mij ook eerder af kunnen stemmen. Nog los van de discussie dat het, typisch FIFA. Typisch FIFA. Nou ja, we hebben Infantino gezien dit weekend. Ja. Toch even terugkomen op die opstelling, Dick. Jij hebt ook je favoriete opstelling bij ons ingeleverd. Ik ben even benieuwd... Wanneer heb je hem ingeleverd? Vanochtend? Of, Nee, een paar dagen geleden. Okay. Eens even kijken. Bijlo op doel, dus geen Noppert. Malasia aan de linkerkant zie ik. Ja. Leg even lichte toe als je wil, Dick. Nee, ik ben gewoon... Kijk, Aken die zou heel goed zeg maar achterin 1-op-1 kunnen spelen aan de linkerkant. Zeker als hij ver naar de buitenkant moet wijken om daar misschien een buitenspeler op te vangen. Als Malasia wat hoger op het veld speelt. Nou, Timber is daar voor mij een vergelijkbare positie. Nou, Van Dijk is denk ik sowieso onomstreden in het Nederlands elftal. Vanwege ze, misschien dit jaar gaat bij Liverpool wat minder, maar als team. Maar ik denk dat hij gewoon een hele goede uitstraling heeft voor Nederland. En dat zie je ook gewoon in interviews en alles terug. Nou, Bijlo hebben we het eigenlijk net al over gehad. Ja, ik vind Noppert ook heel goed doen. Pasveer heeft heel goed gedaan en de laatste tijd wat minder gedaan. En Bijlo kwam van een blessure terug en uitstekende indruk gemaakt. Ja, en ja, voor Noppert valt ook van alles te zeggen natuurlijk. Omdat hij... Ja, die jongen heeft toch echt een heel mooi verhaal. Fantastische carrière en doet het gewoon echt heel goed. Maar goed, ik kies voor Bijlo. Malasia, ik denk dat die aanval... Ik ben altijd een fan geweest van Malasia. Vanaf het begin al dat hij bij Feyenoord debuteerde. Ik vond het gewoon echt een hele goede aanvallende linksback.
En ik denk dat hij een goede impuls aanvallend kan geven. Daley Blind wat lager op het veld misschien zou een goede keuze zijn aan de bal. Is gewoon een supergoeie speler die de bal echt goed ook in bezit kan houden voor jou als ploeg. Maar ik kies wat meer voor Malasia omdat ik denk dat hij aanvallend wat meer kan brengen daarin. Ja, Dumfries, dat is voor mij gewoon een complete wingback machine en laat het ook gewoon zien. Frenkie de Jong is voor mij ook gewoon aan de bal, onomstreden. En nu wordt het interessant, de positie naast Frenkie de Jong, daar gaat het natuurlijk al een tijdje over. Nou ja, wat op mij gewoon de laatste twee maanden heel veel indruk heeft gemaakt is gewoon Berghuis. Aan de bal, overal waar hij op het veld liep, deed hij gewoon hele goede dingen. Maar ook durft veel risico in zijn spel te leggen en daar hou ik gewoon van. En daarentegen zie je ook... denk ik wat meer spelers, wat Louis van Gaal zegt over Gakpo, dat die dan wel of niet moet spelen, of Klaassen. Nou ja, goed, ik zou met een diepe spits spelen en twee mensen eromheen, met Gakpo met veel snelheid, die ook aan de buitenkant kan spelen, en Bergwijn hetzelfde. Ja, en dan even voor de duidelijkheid, is je favoriete opstelling, we weten dat Memphis niet kan starten. Nee, nou ja, goed, dan zou ik voor Jansen kiezen, om toch een aanspeelpunt te hebben die in de bal speelt, en dan heb je met twee snelle mensen eromheen ook diepgang. Ja, ik kan er geen mooie verhaal van maken. Nou, Freek, jij bent zelf gediplomeerd trainer. Ik kan doorgestuurd worden gewoon. Ik ben gediplomeerd trainer. Jij hebt natuurlijk ook... Ja, kun jij je Nou, ik ben niet om een 11 gevraagd. Maar hij zou voor mij niet veel verschillen eraan. Ja, ik kan me wel goed voorstellen, de licht Timber. Dat zou bij mij ook... Dat heb ik ook wel. Ik kan dat... Waarom? Omdat ik... De licht vind ik ook gewoon een ontzettend goede verdediger. En een stabiele verdediger. En Timber is... Als je kijkt naar de vorm, is Timber de laatste weken natuurlijk ook niet in topvorm. En dat maakt het ook een beetje, wat Martijn ook zegt, schipperen tussen die Nations League was dan de voorbereiding op het WK. Nou, dan zou je zeggen, dan hou je daaraan vast. Maar de andere punt is de vorm van de afgelopen weken. En dat heeft hij, wat ik ook vroeg aan Martijn, de afgelopen dagen natuurlijk zelf op het trainingsveld ervaren van welke spelers zitten er lekker in en welke niet. Nou ja, en als Noppert de afgelopen dagen 3 ballen door zijn been had laten gaan, dan had hij waarschijnlijk niet gekiept. Ik denk dat hij daar gewoon wel, daar hecht hij dus toch heel veel waarde aan. Als De Ligt speelt en als Noppert speelt, dat geeft aan dat dat verhaal van de Nations League als voorbereiding, dat was voor de bühne, want dan heeft het echt mee te maken met de vorm van nu en de afgelopen dagen. Ja, en ook de luxe natuurlijk met iemand als De Ligt. Martijn heeft over De Vrij. Je hebt die opties natuurlijk achterin. Achterin heb je de luxe. Voorin is denk ik vooral het zoekwerk. Want Bergwijn, Jansen als duo. Je eerste wedstrijd WK. Ja, als jij een jaar geleden had gezegd, wij beginnen op het WK met de duo Vincent Jansen en Steven Bergwijn. De een was bang zitten bij Tottenham, de ander voetbalde in Mexico. Ja. Dan... Nee, anderhalf jaar hebben we een EK gehad waarbij de inderdaad... niet eens geselecteerd werden. Dus dat geeft aan dat het op dat vlak ook wel een beetje zoeken is. Ja. Dat verandert dan wel sneller. We hadden net wel even over die formatie. Van Gaal heeft een hele duidelijke speelstijl, daar is hij naartoe gegaan. Ik hoorde Willem van Hanegem van de week zeggen dat lekker met 4 man achterhoek spelen is veel te moeilijk voor die spelers. Krijgen ze veel te veel opdrachten mee. Dick, ik weet dat jij in Zwolle, jij kiest ook voor een andere speelstijl. Hè? Jij gaat ook niet voor een traditionele 4-3-3. Eigenlijk zoals het net stond, zo staat het bij ons ook wel een beetje. Onze wingbacks misschien nog wel wat hoger. Ik voelde me daar goed bij samen met de groep, zeg maar. Dus het is niet alleen ik, maar de groep ook. Uiteindelijk, natuurlijk was het zo dat ik daarmee moest beginnen en daar de groep in moest meenemen. En uiteindelijk gaat dat prima. Aan de ene kant snap ik dat Van Hanegem dat zegt, om een bruggetje naar Van Hanegem te maken. Aan de andere kant ook weer niet, omdat Van Gaal dit al de hele tijd heeft gespeeld. En gewoon heel goed weet, denk ik wel, wat hij doet. En ook, we hebben het net, wat Freek ook zegt... Die spelers die achterin staan, dat zijn gewoon wel echt goede verdedigers. En ook niet alleen voor Nederlands begrippen, maar ook voor de wereldtop. Dus die kunnen dat echt wel oplossen, denk ik. Wat is het grootste voordeel van dit systeem? Als je 5-3-2 speelt? Kijk, als we over systemen gaan praten. Kijk, ook als je met 4 staat en bijvoorbeeld Frenkie de Jong staat op middenveld. Of in die zakt achterin, sta je ook met 3. Ja. Kijk, het is natuurlijk ook een beetje zo van, het wordt op het scherm geplakt. Ja. En dit is wat we spelen. Ja. Maar je hebt ook, als je met die 2 voorop, zeg maar, achter de spitsen speelt, dan spelen ze wel wat meer, zeg maar, in de halfruimtes. Ja. En als je met 4-3-3 speelt en de buitenspeler komt naar binnen, komt hij ook in de halfruimte. Ja. Ja, het is maar echt hoe je het ook allemaal, bekijkt en groter maakt. Maar
ja, aan de ene kant kan ik het begrijpen wat Van Hanegem zegt, maar ja, ik denk dat Louis van Gaal dit al heeft laten zien met deze groep, dat ze dat uitstekend beheersen. En wat is het voordeel ten opzichte van tegenstanders? Nou, ja, ik denk dat je aanvallend wel met meer mensen in de 16 kan komen. Terwijl mensen vaak andersom denken bij 4-3-3 dat dat zo is. Maar ja, ik denk dat dat niet zo is. Oké, heel kort even. Neem maar zo even mee. Hoe zit dat? Waarom? Nou ja, goed. Omdat je als je rechter wingback mee naar voren gaat en je linker sluit ook mee. En je hebt dan je spits en je twee nummers 10 en misschien nog een middenvelder erbij. Dan heb je best wel veel mensen voorin. Klopt het verhaal? Ik weet niet of het waar is, hoor. Maar dat vorig jaar een keer gebeurd is dat bij PEC Zwolle een centrale verdediger scoorde op een voorzet van een andere centrale verdediger. En dat jij die beelden nog heel vaak hebt laten zien van hier staan wij voor. En hij scoorde niet, maar hij pikte de bal wel op in de 16 van de tegenstander weer. Ja, op een voorzet van een linker centrale verdediger. En hij gaf daarna de assist. En toen klopte het wel dat wij met 9 spelers in de 16 stonden. Zo. En de restverdediging... Dat is een beetje overdreven, hoor. Ja. En de restverdediging op dat moment? Dat was Nakayama stond in zijn eentje. In zijn eentje stond hij één spits. Ja. Ja, alles af te stoppen. Ja, nee, goed. Tuurlijk is dat... Er werd laatst ook wat geschreven over bij ons over kamikaze voetbal. Maar goed, we staan... netjes, we hebben 19 tegengoals en dat is tweede. We zijn niet de beste. We hebben nog eentje, ik weet eigenlijk even niet wie er boven ons staat. Maar wij staan tweede. Dus dat kamikaze voetbal, dat is eigenlijk niet zo. Sowieso ben je tevreden over de eerste seizoen zelf? Ja, als we terug gaan naar Petzolder wel. Ja, dat ben ik zeker. Zeker met de hele grote nieuwe groep die we hebben. En hoe we met elkaar omgaan en werken, prima. Nee, dat is hartstikke knap. Zeker naar vorig seizoen, want het toch een vervelend seizoen is geweest met degradatie. Jij moest instappen in dat seizoen, dus knap dat gebeurt. Ik hoor, ja, het is heel gek, het is maandagochtend. Je zegt dat iedereen op kantoor zit, maar dat er meer dan 2.500 mensen aan het kijken zijn. Op mijn oortje hoor ik kijken. Dat kan ook op kantoor, hoor. Dat kan ook, hè? Ja. Sterker nog, dat zal waarschijnlijk zo zijn. Ja. Ja. Kijken is lijken, zeggen we dan. Zo zijn we natuurlijk ook alweer. Okay. Toch wel even, dat zei je net, Dick. Dat vond ik interessant. Ik weet dat jij best wel moeite hebt gehad om op de cursus te komen destijds. Ja. Dat is iets wat ik van jaren geleden al een keer van Henk de Jong meekreeg, die ook niet op de cursus kwam. Veel ruzie daarover had. Nou, jij hebt ook best wel moeite gehad vanuit het amateurvoetbal om op die cursus te komen. Want je bent, we kennen je nu als trainer van PEC Zwolle, maar je bent een succesvol amateurtrainer geweest al die jaren. Maar op die cursus heb je dus geleerd dat je altijd één moet zeggen. Dat is je bijgebleven. Ja, je moet van onder naar boven iedereen neerzetten, zoals jullie dat netjes hebben neergezet. Ja. Dus dat moet je niet vergeten. En je moet de één niet vergeten. Nou, er zijn een aantal dingen die je gewoon op de cursus standaard leert in je structuur. En dat begint al bij 3 of wat is het nu? Oefenmeester C. Bij C. Ja. Ja, dat zijn gewoon bepaalde dingen die heb je constant in je hoofd. En ik zet ook altijd de 1 nog steeds neer. Want dat heb ik gewoon zo geleerd. Dat is gewoon zo. Hoe kijk je naar Van Gaal? Ja, ik kijk wel met heel veel respect naar Van Gaal. Ja, maar volgens mij iedereen vindt hem een goede trainer. Daar kun je ook niet omheen. Het is een goede trainer, een goede coach. Ja, goede maar de hele show eromheen. Ja, maar goed, misschien is dat iets wat hij. Voor hem is dat misschien niet bewust. Zeg maar. Voor ons lijkt het misschien bewust. Voor hem niet. Maar goed, ik heb ook van heel veel mensen gehoord. Gewoon, of ook wel eens jongens die met onder hem hebben gespeeld. Dat het als mens ook een geweldig mens is. Ja. Uiteindelijk. Als ik nu de beelden ook zie en je ziet soms wat beelden van de training, dan zie je wel dat er een goede connectie is met zijn spelersgroep. Nou, dan ben je denk ik ook een hele goede trainer. Ja. Freek, ik bedoel, wij spreken elkaar natuurlijk vaker ook over dit soort zaken. Jij bent in die zin misschien wel fan van de trainer Louis van Gaal, maar ik merk jou dat jij soms best wel kan irriteren aan het hele showtje. Die show eromheen, dat hele overdreven gedoe. Het is een beetje tweeledig, hoor, daarom moet ik ook zeggen. Kijk, je kijkt er wel door. Sjoerd Keijzer bij ons, die de kijkcijfers bijhoudt, die kwam vorige week aan met de persconferentie van Gaal, is beter bekeken dan Feyenoord Cambuur was het volgens mij. Dus dat geeft me aan, heel veel mensen kijken en die blijven kijken. Weet ook nog Frank de Boer of andere bondscoaches. Ja, dan wist je na 2 vragen af van, nou, we kunnen wel wat anders gaan doen. Want er is geen spektakel. En bij Van Gaal kijken van begin tot eind. Alleen dat hele overdreven gedoe en die zelfbevlekking en dat richting Valentijn en richting Martijn. Totaal onnodig, totaal overdreven. Want er worden gewoon ontzettend, in mijn ogen, relevante en goede vragen gesteld door hen. En het zo willen benadrukken dat je zelf fantastisch bent.
Dat is een karaktertrek. Dat ik denk, ja, dat is ook een utopie om te denken dat we dat eruit gaat. Moet ik niet meer willen nu. Heeft hij misschien het volste recht om dat te doen? Want het is gewoon een hele succesvolle trainer. Alleen, ja, ik vind het vaak heel vermoeiend om naar te kijken. Ook wel dat hij altijd die scheidjes wil aangaan. Dikje begint te lachen. Ken je dat? Maar je kan het ook andersom bekijken. Dat je gewoon weer van hem kan genieten. Ja, het is vermaak. Ja, precies. Dus daarom is het tweeledig. Als het lang duurt, dan is het vermoeiend, bedoel je. Ja. Maar jij ziet het vaker als misschien de gemiddelde Nederlander. Dat. Snap je? Het is je werk. Hè? Dus ja. Je kijkt, en wat jij zegt, is natuurlijk soms met bepaalde journalisten. Die kunnen op voorhand al een goede vraag stellen bij hem. Want dan merk je al van, als Vaat in Dries een goed voorbeeld. Als die een vraag stelt, al is de relevante vraag, dan is het een slechte vraag. Ja. Dat zit er een beetje in. Dirk, heb jij er wel eens gehad op een persconferentie dat journalisten met je op de foto wilden? Nee. Nee, niet meegemaakt? Nee. Dat was gisteren, hè? Dat was gisteren, ik heb nog niet zoveel persconferenties. Maar het waren allemaal journalisten volgens mij uit Afrika, Zuid-Amerika, ik weet niet. Ja, het was niet Martijn Krabbe dan? Nee. Het was gisteren een hele show na afloop, hè? Ze wilden allemaal met de grote Louis op de foto. Nou, en je hoorde ook die bondscoach van Senegal ook helemaal vol waardering over Van Gaal. Want ja, het is natuurlijk een toptrainer die fantastische loopbaan heeft gehad natuurlijk. Ja. Wat heb jij geleerd van Gaal? Want jij bent een trainer, je bent wel bezig met het vak, je probeert je te verbeteren. Nou ja, dat vind ik wel moeilijk zeggen van Van Gaal. Ik heb eigenlijk nog nooit persoonlijk met hem gesproken. Dat zou ik heus wel eens een keer willen natuurlijk. Ik denk dat hij wel heel duidelijk is naar spelers toe en duidelijkheid geeft. Ik wil niet per se zeggen dat ik dat van hem heb geleerd, maar ik heb het gevoel dat ik dat ook wel heb. En bij mij komt het wat meer voort, ook wel uit de oudere generatie trainers. Ik heb Huub Stevens als jeugdtrainer gehad en ik heb daar ook nog wel eens mee gesproken, zeg maar. En daar stond ook duidelijkheid centraal en alles. Ja, daar ben ik wel mee opgevoed vanaf mijn 14e tot mijn 23e heb ik bij PSV gezeten en heb ik hem daar vele jaren meegemaakt. Nou ja, goed. En ik denk dat dat misschien ook wel wat meer in die oudere generatie van trainers zit. En dat heb ik wel zeker meegenomen. Want jij kan vorig jaar binnen bij PEC Zwolle, roerige tijd, moest de degradatie voorkomen. Ik heb begrepen dat jij toen binnenkwam, dat je heel sterk regels hebt opgesteld, heel duidelijk hebt gezegd, we gaan het nu op deze manier doen. Ja, zeker qua voetbal. We gaan het op deze manier doen. En dan qua regels heb ik eigenlijk een beetje rustig gehouden om te kijken per dag van wat kom ik tegen, wat wil ik veranderen. En dan gewoon simpel met de jongens over praten van, nou ja, in plaats van dat je boos wordt, weet ik veel wat. Gewoon, nou goed, dit is niet wat ik wil. Dit is wat ik vanmorgen anders wil. Anders wordt het misschien een te groot pakket voor spelers waarin je dingen wil veranderen. En dat hebben we eigenlijk langzaam gedaan. En dat ging ook gepaard, denk ik, met af en toe een lach. Ja. En ik denk dat mentale, hè, want dat vind ik bij Van Gaal heel erg. Als Van Gaal zegt, hier zit toch vol met water. Dan geloven de spelers dat. En de helft van Nederland gaat het ook geloven. En dan heeft hij nu natuurlijk met de wereldkampioen. Als je er nuchter naar kijkt, slaat dat natuurlijk helemaal nergens op. Dat je als Nederland wereldkampioen wordt. Maar hij weet het wel zo te creëren dat spelers erin gaan geloven. Dat zelf nu misschien wel de helft van Nederland het als een mogelijkheid ziet dat Nederland wereldkampioen wordt. Jullie kwamen natuurlijk, jij kwam daar binnen een jaar geleden deze week. Jullie waren verslagen positie, stonden slecht voor. Heb je dan met dat lijfsbehoud, krijg je dat dan ook op zo'n manier erin? Van dat is de missie of ga je daar mentaal mee aan de slag? Tuurlijk, je gaat er mentaal ook mee aan de slag omdat je dat voor jezelf ook wilt. Hè? We hebben ons vooral gefocust op de eerstvolgende wedstrijd. Ja. En elke keer als dan toch de pers kwam, dan was het van, deze wedstrijd is wel belangrijk, want anders is het echt klaar. Ja. En dan daar ging ik ook altijd tegen in. Dan zei ik, nee, het is niet klaar, want we hebben nog genoeg wedstrijden om genoeg aantal punten te halen om erin te blijven. En daarin heb ik wel echt geprobeerd met mijn groep om ons daarvan af te sluiten van die verhalen. Want die vragen krijgen die spelers ook. En daar probeer je met elkaar een bepaald soort commitment in te geven. Jongens, we laten ons niet nog verder de grond in praten. We blijven met elkaar bezig. We zijn goed bezig. We trainen goed. En ja, natuurlijk wil je meer winnen. En hadden we meer moeten winnen om erin te blijven. Want uiteindelijk zijn we daarin niet goed genoeg geweest, vind ik. Ja. Ondanks dat je misschien de credits krijgt van dat het best wel, in de top 8 hebben we gespeeld met het aantal punten wat we hebben gehaald. Maar er zijn ook momenten geweest dat we misschien net wat meer eruit hadden kunnen halen. En we moeten wel daarin kritisch blijven. En
Ja, ik bedoel, ik denk dat je gewoon als trainer, als je elke dag met zo'n groep bezig bent, sommige dingen wel een beetje kan manipuleren. En ik denk dat Van Gaal dat ook doet, maar die pakt heel Nederland mee. Ja, dat is precies zo. Manipuleren, dat is leuk, hè? Ja, je bent toch psychologisch ook met zo'n groep bezig. Kun je iets kleins even geven? Wat heb je gedaan? Nou, ja. Hey, je doet soms oefenvormen op trainingen en dan komt dat in de wedstrijd en dan lijkt het een beetje op dat het eruit komt. En dan die beelden pak je bij elkaar en die laat je dan aan de groep zien en dan probeer je ze daarin zeg maar mee te nemen in je speelwijze. Ja, dat kan soms ook een beetje, het is wel waar wat ze zien, maar het komt ook een beetje richting het manipuleren van de situatie waarin je iedereen probeert over de streep te trekken. Je bent echt uitvergroten. Ja, je bent dan echt wel bewust, uitvergroten is denk ik nog veel mooier woord. Je bent dat echt aan het vergroten. Ja, net zoals Van Gaal nu eigenlijk aan het uitvergroten is bij spelers van 20 december, Maar dan kom je ook op de keepersverhaal. Ja. Kijk, misschien dat Noppert vanaf dag 1 dat hij nu daar is. En hun werken, en hoe lang zijn ze daar nu? Een weekje. Ja, en ik bedoel dat hij daar elke dag zo goed keept. Dat het gewoon onwaarschijnlijk is dat hij niet, dat je hem niet kan passeren. Ja. En dus dat hij dat gevoel heeft inderdaad. Ja, en dat is dus als trainer, heb je dat gevoel wat je met je groep hebt, dat leeft gewoon enorm. Ja, en dat kan ook vandaag voor een verrassing zorgen op het middenveld misschien. Ja, Van Gaal heeft eerder gezegd dat hij de documenten, alle scoutingsdocumenten over 20 jaar volgens mij mogen we ze uit de kluis halen. Dan gaan we zien hoe hij dat allemaal geregeld heeft. Hè? Maar leuk bruggetje naar Noppert, want wij zijn de straat op gegaan om eens te vragen van wie moet eigenlijk eerst de keeper worden bij Oranje? Dan ga ik toch voor de meeste ervaring voor Pasveer. Ik denk gewoon Bijlo. Ik vind dat gewoon een redelijk goede, stabiele keeper. Ja? En die kan ook meevoetballen trouwens. Dat is ook erg belangrijk van achteruit. Goede vorm, betere keeper dan Pasveer. Wat jonger, komt sneller uit zijn goal. Goede lijnkeeper. Ik vind Pasveer zijn vorm ook niet heel goed de laatste tijd. Dus Bijlo, 100%. Ja, dit is mooi. Ik zit even mee te kijken. Bijlo of Pasveer. Terug die straat op gaan. Ik denk ook, ze moeten misschien in Leeuwarden of zo moeten ze de straat op. We krijgen misschien heel andere geluiden. Grappig. Dick, we hebben het over Pek Zwolle. Toch even de vraag. Ben je nog benaderd FC Groningen toevallig? Nee, ik ben goed druk geweest met Zwolle. En nu even... Jouw naam duikt daar wel op. Jouw naam wordt er wel genoemd. Ja. Ik heb dat ook gehoord. Zo gaat het dus in het voetbal. Een jaar geleden werd mijn naam nergens genoemd. Nee. Je moet een keer de kans krijgen. Het is een jaar en een maand geleden. Ja, dat is waar, inderdaad. En nu zal onze vraag, zou het voor jou nu een optie zijn om tussentijds naar Groningen te stappen? Nou, ik durf dat niet te zeggen. Ik vind wel als trainer dat je altijd het hoogst haalbaar moet willen. Ja. En bepaalde dingen kun je misschien niet nee tegen zeggen. Maar op dit moment denk ik daar helemaal niet over na. Ik bedoel, Moet eerst concreet worden, wil je erover nadenken? Precies, dan kun je er ook pas over nadenken. Ja. Ja, en of je dat dan doet of niet, dat weten we niet. Op dit moment voel ik me gewoon goed bij Zwolle. Ja. En je bent eerder wel bij Vitesse, weet je wel, serieus genoemd, hè? Dat was wel echt een serieuze optie eerder. Ja, goed. Maar ik kom van Vitesse. Hè. Ja, ik heb daar 4 maanden gewerkt. En uiteindelijk ben ik... Kijk, dat verhaal is natuurlijk ook... Ik ben door Vitesse... Vitesse heeft mij laten gaan, terwijl ze me eigenlijk niet wilden laten gaan. En mij die kans gegeven bij Zwolle. En Zwolle en Vitesse hebben daar onderling toen wel afspraken gemaakt. Alleen Johannes Pors is natuurlijk weg en Benjamin heeft dat overgenomen. Dus ja, dat was ook heel legitiem en open is dat binnen de club zo gegaan. Uiteindelijk... ben ik niet daar naartoe gegaan. Nee, maar het is natuurlijk wel leuk in die zin. Je hebt dus wel indruk gemaakt bij een club die vorig jaar op degradatie stond, waar het niet lekker liep. Dan heb je dus wel, wat je zegt, een jaar en een maand geleden werd je naam niet genoemd. Ja. Je hebt dus wel een naam voor jezelf gemaakt, Dick. Nee, ja goed, dat is het enige voordeel wat versneld is gegaan buiten de cursus om. Wat 12 jaar heeft geduurd om een carrière op te bouwen. Is het nu versneld opgegaan dat mensen positief naar me kijken. Maar we weten allemaal in het voetbal, je moet dat elke week weer met je team laten zien. En daar heb je goede staf voor nodig. Daar heb je goede mensen om je heen nodig. Kritische mensen die je scherp houden. Kritische spelers. En dat kan ik niet in mijn eentje. En dan ben ik ook echt Zwolle en de staf en de spelers dankbaar voor dat het tot nu toe goed gaat.
Je doet het in die zin samen. We krijgen hier ook soms vragen binnen. Achter mij hangt een scherm waar alle vragen van YouTube binnenkomen. En soms hebben we ook nog een superchat. Ja, superchat, Dick. Ja, het is ongelooflijk waar we allemaal terechtkomen. Mensen willen vragen stellen. In dit geval de vraag, als we vanmiddag naar 4-3-3 gaan, welke opstelling? Dus Van Gaal heeft natuurlijk eerder wel eens meegemaakt dat hij begon in deze formatie en dat hij terug moest naar 4-3-3. Dat deed hij trouwens bij dat WK heel veel. Daarom. Want het WK werd natuurlijk heel erg dat 5-3-2 uitvergroot. Terecht, ja, maar heel veel momenten was het even omzetten 4-3-3. Ja, ja. En dat is dus ook wel Van Gaal. Dat kan hij ook. Ja. Dat is geen ander, denk ik, met die jongens. Ik wil niet zeggen weer manipuleren. Ja. Maar dat kan hij. Hij weet echt wel wat hij doet. Maar dan zou je, een centrale verdediger eraf halen. De backs wat terug. En dan een middenvelder. Dan wordt het een middenvelder erbij extra. Ja. En dan is de keuze, ga je met een verdedigende middenvelder spelen en twee achter? Of ga je met of twee tienen, of met twee zessen en een echte tien spelen? Ja, als die opstelling die we nu hebben zouden, dan zei je met Gakpo en Bergwijn, zelf de flanken, Jansen de spits. Moet Bergwijn dan weer op rechts, wat hij zo prettig vindt? Of? dan heb je inderdaad ook weer twee spelers die het beste vanaf links spelen. Precies. Ja, ja. Ja, voorheen was altijd de linksback die nooit geboren werd in Nederland. En nu kunnen we zeggen de rechtsbuiten. Ja, Berghuis kan ook wel naar rechts toe, hè, als het echt nodig is. Oh ja, dat is ook nog zo. Dat is wel een mooi gepuzzel. Maar je zit in rustiger vaarwater dan je broertje. Kunnen we stellen. Heb je daar onderling veel over? Nou ja, rustig. 3 weken geleden was er ook een dikke oud. Ja, hoe was dat? Pek Zwolle, toen ik het veld op kwam lopen. Ja, dat was verrassend. Terwijl je tweede staat en op koers ligt. En dat bedoel ik, weet je, het voetbal gaat op en neer, van links naar rechts. En je wil net bijvoorbeeld over Alfred beginnen. Ja, bedoel, hij heeft het in mijn ogen gewoon uitstekend gedaan in het buitenland en alles. En nu in Nederland is het wat roerige tijd. Ja. Maar bij Ajax is het altijd roerig en de meeste trainers die nieuw komen hebben in het beginfase moeilijk. En hebben jullie er veel over? Bellen jullie er veel over? Natuurlijk praat je daar wel over en heb je het daarover. Maar ik ken hem natuurlijk anders dan dat de gemiddelde Nederlander hem kent. Ik kan me nog herinneren dat Alfred en Erik Ten Hag bij Ajax kwamen. En volgens mij hadden ze toen met z'n tweeën ook heel erg moeilijk. Eerste half jaar. Was het tweede seizoen zelf, zeg maar. En toen in die zomer moesten ze beginnen. En toen was het in het begin ook nog allemaal moeilijk. Ik bedoel, wat dat betreft weet hij van toen ook dat het toen de tijd ook zo was. Ja. Maar hoe is hij eronder? Want jij zegt, je kent hem anders. Kijk, Freek spreekt hem op persconferenties voor en na wedstrijden. Ja. Jij belt ons met hem, je appt ons met hem. Hoe is zijn gemoedstoestand? Nee, ja, op zich is hij gewoon wel rustig daarin. Ik ken hem sowieso als iemand die... natuurlijk is het ook wel, dat hebben we beide wel, een beetje explosief zijn we wel soms. Maar buiten dat zijn we gewoon wel rustig. En ik weet gewoon als geen ander met de dingen die wij in ons leven hebben meegemaakt en wat hij mee heeft genomen, dat hij dat heel goed kan relativeren, zeg maar. Omdat er gewoon bepaalde dingen in het leven totaal anders zijn en erger zijn. En daardoor is hij zeg maar nog erger zo geworden dat hij dat wel rustig kan handelen, hoor. Ja, Freek, jij bracht van de week het nieuws dat dat er niet getwijfeld werd aan de positie van Alfred Schreuder. Dat hij dus gewoon aanblijft ook naar de winterstop. Terecht? Klopt. Terecht, ja. Zeker terecht. Ja, nee, daar heb ik eindeloos al over verteld en geschreven. En wij halen vaak. Ja, nee, dat is heel goed. Ja, nee, tuurlijk. Maar wat Dick even tussendoor laat vallen, dat is natuurlijk wel zo dat je bij, als je Peter Bos pakt en je pakt Ten Hag, die hebben ook echt in het begin veel weerstand gehad. Die hebben echt de tijd nodig gehad om het elftal aan de hand te zetten. En dan heb je nu ook nog de omstandigheden dat je eigenlijk 6 basisspelers verliest. Nou, we kunnen ze allemaal weer gaan opnoemen. We kennen het rijtje. Maar wel, je hebt zoveel kwaliteit verloren. En dan heb je ook nog eens zonder de technisch directeur van de afgelopen jaren, met eigenlijk een hele constructie, heb je dat moeten opvangen. En die aankopen, nou, daar kunnen we ook eerlijk over zijn. Er zijn er 10 gehaald. Nou, er zijn er van maar een paar waar je gevoel hebt, dat is basis elftal waardig. Dus ja, Ajax zit gewoon in een totale overgangsfase. En daar is Schreuder onderdeel van. En dat heeft gewoon tijd nodig.
Ja. Ja. Dick, klopt het dat jij toch ook stiekem nog, toen hij aangesteld werd bij Ajax, nog kandidaat was om assistent te worden? Nee, dat heeft wel meegespeeld, ja. Maar uiteindelijk heb ik voor mezelf gekozen, maar daarin dat ik gewoon op eigen benen verder wilde gaan. Maar het was ook wel mooi geweest om samen bij een club als Ajax te kunnen werken. Ja, nee, dat denk ik ook. We hadden al samen gewerkt, maar uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen om dat niet te doen. Ooit komt een keer een moment, dan wil je ook gewoon hoofdtrainer zijn in plaats van de assistent. Ja, ik heb daar lang op gewacht en uiteindelijk als ik dat dan nu ben, dan wil ik dat niet zo snel opgeven. Zijn er net 12 jaar? Ja, ik heb al vanaf 2008 tot 2020 eigenlijk geprobeerd om op de cursus te komen. En door allerlei redenen, hè, regelvorming en dingen is dat niet gebeurd. Maar goed, ik was in een goed gezelschap in mijn groepje met Jozef Oosting. En wij hebben beide het probleem gehad. En we hebben er beide, toen op de cursus zat, vaak nog boos om kunnen worden. Maar ook zo vaak om gelachen. Ja, maar Jozef is ook geweldig gozer. En die doet het ook goed. En doet het ook geweldig. En dat is, vind ik, het totaal krankzinnige aan het systeem. Ja, daar kunnen we een hele andere uitzending over vullen. Dat je in Nederland gewoon... je bent gewoon puur afhankelijk of je een vinkje achter je naam krijgt om hoofdtrainer te kunnen worden in betaald voetbal. Ja, dat vind ik totale onzin. Nee, is het zo simpel, Dick? Is dat het verhaal? Nou ja, goed. Er zijn gewoon heel veel regels waar je zeg maar aan moet voldoen. Maar in die loop van die... Bij mij bijvoorbeeld, dat was denk ik bij Jozef ook, in die 12 jaar. Dan had je bijvoorbeeld 5 regels. Dan voldeed je aan die 3 regels. Nou, dat was dan niet goed genoeg. Maar dan kwam er een hele andere organisatie, 2 jaar later. En die maakte weer een heel nieuw 6 regels. En dan voldeed je ineens nog maar aan 1 regel. Dus dan waren de 5 helemaal negatief. Nou, en zo is dat in de loop van de jaren, zo moet je het even een beetje simpel zien, is dat zo gegaan. En ik ben daar dan natuurlijk negatief over, omdat ik op die cursus wil. Daarom. Maar als ik eenmaal op die cursus zit, heb ik wel heel veel plezier op die cursus gehad bij de KVB. Dus het is niet zo dat ik tegen die KVB ben, maar ik ben gewoon tegen die veranderen. Het verandert te veel. Dat hele systeem om hoofdtrainer te worden in betaald voetbal is... Dus dat ene jaar voldoe je eraan. En een jaar later weer totaal niet. En dan een jaar later niet, zeg maar. Of dan voldoe je er voor 40% aan. En een jaar later is het ineens... Nog minder, of het is zeg maar 60 en dan is het nog niet goed genoeg. En nooit op punt gestaan te zeggen van nou, ik ga lekker naar het buitenland, haal ik mijn papiertje over de grens. Dat is gebeurd omdat ik ben zeg maar van Katwijk naar Philadelphia ben gegaan. Precies. En toen dacht ik kom nooit meer terug. Nou, nu zit je hier. En dan zit ik weer in Nederland, dus daar moest ik ook voor zeggen. Ik heb daar wel van geleerd, die uitspraak moet ik dus nooit meer zeggen. Nee, nooit meer doen. Nee, want ik kwam daarna zeg maar via een omweg bij Hoffenheim weer terecht en... en daarna heb ik een jaar. Ja, ik heb een jaar. En dat bedoel ik te zeggen, we hebben het net over carrièreplanning. Het jaar dat ik de cursus deed, we gingen bij Hoffenheim weg en ik werd dan zeg maar soort van ontslagen. En ik heb een jaar ook geen werk gehad. Ja. Dus soms moet je bepaalde dingen komen dan voorbij. Zoals nu, of je dan wel assistent wordt of niet. Ja. Of hoofdtrainer. Dus daarom heb ik ook gezegd, ik heb wel voor mezelf gekozen. Ik weet ook wat het is om een jaar thuis te zitten. Ja. En dan ben je, dat is niet fijn. Dat zeker niet in de coronatijd. Zo, dat kan ik me voorstellen. Ja, het zijn moeilijke keuzes. En carrière plannen als trainer is lastig. Even iets heel anders. Wij zijn natuurlijk een ontzettend commercieel bedrijf. Dus nu ook. En wij hebben een prijs. We hebben een prijsvraag. En die mag ik even keurig voorlezen. Huis van Oranje. Waarschijnlijk al wat een en ander over gehoord. Lekker in Nederland zelf te kijken met je vrienden of vriendinnen. Wil jij met 11 vrienden naar het Huis van Oranje tijdens de wedstrijd Nederland-Ecuador in de Johan Cruijff Arena? Wordt dan nu lid van VI Pro, maak kans op een tafel voor 12 personen. En bij lidmaatschap krijg je sowieso onze exclusieve WK special cadeau. En maak je kans op de tafel voor Huis van Oranje. Deze floten we onder alle leden, dus ben je al lid, speel dan ook mee. In de live nabeschouwing maken we winnaar bekend. Dus vanavond na... Maar wat moeten ze doen? Alleen lid worden? Ja, lid worden of je daarvoor aanmelden, zie ik hier. Dus en 11 vrienden hebben. Dus je moet wel echt 11 vrienden... Daar komen wij niet aan. Dikke, ben je wat te doen hier vrijdag? Nee. 11 vrienden kun je alsnog alle jongens van Zwolle meenemen richting... Dat zijn niet mijn vrienden. Nee, die hebben net even rust. Even van die trainer af en weer.
steekje en dan moet je blij, lachen. Ja, dat ze mij niet zien. Mannen, tot slot. Veel dingen besproken, heel leuk. Maar het gaat natuurlijk gewoon om die wedstrijd van vanmiddag. Ja, het is leuk. Het is toch lekker dat de boel gaat beginnen. We hebben er wel zin in. En want we hebben gisteren natuurlijk een geweldige wedstrijd gehad met Qatar-Ecuador. Dat was genieten geblazen. Goeie keeper trouwens. Ja, dat is wel lekker. Dat je wel, ja, als je het hebt over keepers. Qatar heeft alles geregeld, alles omgekocht, alleen vergeten een keeper. Kees Kwartman zei dat, hè? Eén wat ze vergeten waren is om een keeper te nationaliseren. Ja, dan Kees zegt hele zinvolle dingen. Deze ook. Maar nee, dat was ook een saaie, echt een wedstrijd. Nee, die is geweest, maar we hebben ook... Openingswedstrijdje en vandaag, Engeland. We hebben al wel gezien trouwens dat dat dus twee tegenstanders zijn waar Nederland in ieder geval wat tegen moet kunnen bereiken. Nou zeker, Nederland zit echt in, dat is ook wel een beetje, je hebt ook het gevoel een beetje het geluk wat aan de kont van Gaal hangt. Dat Mané er niet bij is, die Valencia die raakte gisteren. Is er mogelijk wel bij, maar mogelijk geblesseerd. Nou ja, en deze groep is geweldig. Ja, een fantastische groep. Ja, je moet echt je best doen, wil je niet naar de achtste finale gaan. We can come and end, dat is wel zo. Maar ik vroeg, het wordt een makkie vanmiddag. Toen zei je, nou nee, dat denk ik niet. Nee, jij, ik vind Senegal toch ook wel een aparte ploeg. En dat hebben ze ook wel natuurlijk bij de Afrika Cup af zich maar laten zien. Alleen ja, het voordeel is natuurlijk wel dat Mané er niet bij is. Ja. En, ja, die laat natuurlijk dit jaar ook weer zien dat hij gewoon een uitstekende speler is. En die zou wel voor goed gevaar kunnen stichten bij Nederland. Ik weet niet, ik heb er een apart gevoel bij. Maar misschien, aan de andere, ik hoop dat ik helemaal mis zit. Maar jij zegt Afrika, ben je dan ook een trainer die ook die wedstrijden volgt? Je probeert wel zeg maar soms te volgen. Bij Hoffenheim heb ik wel met wat jongens gewerkt die ook actief waren. En daar heb je dan nog steeds contact mee en zo. Dus ik probeer dat soort dingen wel altijd te volgen. Valt niet altijd mee, moet ik zeggen, om alles te volgen. Dus daar bedoel ik eigenlijk niet mee dat het niet meevalt om de Afrika te geven. Maar het is veel. Het is gewoon echt veel. Ja. Freek, jij vanmiddag? Nou ja, het enige, het is wel zo'n eerste wedstrijd. En Senegal zal een fysieke ploeg zijn. Dus die zullen ook niet blind gaan aanvallen. Dus die zullen wel wat terugtrekken. Dus het zal ongetwijfeld... ik zie wel voor me dat het misschien een moeizaam begin is. Maar kwalitatief moet Oranje dit toch makkelijk kunnen winnen. Ja, daar heb jij wel vertrouwen in. 2-0 zou ik zeggen. Jij wil altijd uitslagen weten. Ja, hey, dat vind ik altijd lekker. Dan zeg je 2-0 voor Nederland. Ja, ik zie Dick zo kijken, vragen mij niet. Dick, wat denk jij? Jawel, ik ga wel zeggen dat ze gaan winnen. Ik bedoel, dus dat is tegenstrijdig. Maar 2-1. 2-1. Nou, die 2-0, 2-1 staat voor dit. 3-0. Oh, je hebt wel gewoon een pad gelijk. Ja. Kom op, jongens. Ja. Weet je, we hebben heel veel over het WK gesproken. Over alle randzaken, dat klinkt oneerbiedig. Maar alles wat er verder omheen gebeurd is. Stiekem nu ook een heel klein beetje op het voetbal focussen. Nou, niet stiekem. Gewoon op het voetbal focussen. En dat is het. Daarvoor zitten we hier. Een beetje in dat toernooi groeien met z'n allen, toch? Natuurlijk. Zo is dat. Nou, we gaan het meemaken. Dick, heel erg bedankt. Geniet van je vrije weekje nog. Ja, zeker. Ja, gewoon lekker in het regenachtige Nederland blijf ik. Vanmiddag lang uit op de bank? Ja, ik ga wel rustig wat voetbal kijken. Ja, moet je zelf ook die 3 loopjes hebben in een week? Of telt dat niet voor de technische stroom? Nee, ik train wel elke dag, maar niet die loopjes. Nee, okay. Ik doe wel iets anders, maar nee, ik ga lopen doen. Lekker voetbal kijken. Zeker. Freek, waar zien we jou vanmiddag? Een bankje? Nou ja, vier. We gaan lekker voetbal kijken met z'n allen. We zijn helemaal klaar voor. Elke seconde komt weer wat nieuws op VI Pro. Daar heb ik ook dat nog even genoemd. Zeker. Ja, dat moet je zeker blijven doen. Ja. Nou, hier in ieder geval heel veel plezier. Jullie heel erg bedankt voor het kijken. Heel veel plezier vanmiddag om 5 uur met Nederland tegen Senegal. En ook de andere wedstrijden uiteraard die vandaag gespeeld worden. Wij zijn hier vanavond om 7 uur weer terug. Dan zitten op deze plekken Kiki Moussampa en Suleyman Öztürk. Suli, onze goat. En daarom analyseren wij uiteraard de wedstrijd van vandaag. En wat Freek al terecht opmerkt op VI Pro, VI.nl. De hele dag updates vanuit Qatar, zoals jullie te horen hebben gekregen. Zit Martijn Krabbendam nu al ergens in een taxi in de buurt van het stadion. Dus wil je niks missen, blijf bij VI.nl. En veel plezier vanmiddag bij Nederland-Senegal.